Twee jaar geleden kondigde Klaasje Meijer haar afscheid aan bij K3. Eind 2021 raakte bekend wie haar opvolgster werd. Zo won de Nederlandse Julia Bosman de talentenwedstrijd K2 zoekt K3. Maar hoe denkt Klaasje, ruim een jaar later, over Julia als haar? Eind november 2021 werd Julia Bosman verkozen tot het nieuwe K3-lid nadat ze de wedstrijd K2 zoekt K3 won. Ondertussen zit Julia dus al ruim een jaar bij de populaire meidengroep. Haar voorgangster Klaasje Meijer, die 5 jaar bij K3 zat, heeft zich in Dag Allemaal nu uitgesproken over haar opvolgster. Zo laat Klaasje weten dat ze fan is van Julia. Ik vind dat ze het goed doet, vertelt Klaasje in het Weekblad. Julia is een Hollandse flapuit die zichzelf blijft, legt ze uit. Toch vind ik dat ik me geen mening hoef te vormen over Julia als K3'tje, vervolgt ze. Het is nu hun taak om het in te vullen, hoe ik daarover denk is niet van belang, besluit het ex-K3'tje. Thank you.